Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Muzieklokaal. Het programma waarin regionale bands en artiesten in de schijnwerpers worden gezet. Vandaag staat de formatie Olle Jas centraal. En zij komen voor een deel uit Hardenberg, voor een deel uit Frieseveen en ook nog een deel uit Denenkamp. Hier in de trouwzaal van het oude gemeentehuis in Gramsbergen hebben we zo dadelijk ook nog een gesprek met Anton van der Leij en Ton Carmichelt. Maar eerst een stukje muziek dat hier live gespeeld wordt. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Why it's almost like being in love. There's a smile on my face. What a whole human race. Why it's almost like being in love. And the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, why it's almost like being, almost like being, why it's almost like being.
look down, look down that lonesome road before you travel on. Look up, look up, and greet your maker, for Gabriel blows his horn. Weary toting such a heavy load, trudging down that lonesome road. Look down, look down that lonesome road before you travel on. Jullie zitten nu bij mij aan tafel, alle jas. Wie wil wat vertellen over de band? Stel ze eens aan ons voor. Nou, alle jas, dat is een trio. De eerste is dat Tom. Tom die speelt gitaar en hij zingt ook heel verdienstelijk. Maar niet vanavond. Maar heeft de eer aan Henk gelaten. De tweede man aan de piano, aan de toetsen eigenlijk, dat is Henk Brink uit Vriezenveen. Ik ben dan Anton van der Leyen, ik ben de bassist. Meestal spelend op de contrabas, maar soms ook op een basgitaar. Dus, ja. Die naam, Olle Jas, nou ja, zijn jullie daar nou aan gekomen? Toen we elkaar leren kennen, speelden Henk en Anton en ook nog in een Dixieland band. En ja, die spelen dan jazz, oude stijl jazz. En zo kwamen we op Olle Jas met een Z, wat gewoon een oude jas is.
Mm-hmm. Maar wel een woordspeling op het geheel. Een oude jas die je lekker aantrekt. Omhuld, ja. Mm-hmm. Okay. Maar het is toch gek dat de mensen dan toch aan jazz denken, want vaak noemen ze ons all the jazz, hè? En dat corrigeren we dan ook onmiddellijk. Ja. Denk maar gewoon aan een oude jas. En wat is alle jas nou voor een soort band? Wat voor soort muziek maken jullie? Wat genoemd wordt het mainstream genre. Dus dat bestaat uit veel liedjes uit de American Songbook. En wat bij de muzikanten vaak ook de real book wordt genoemd, okay, zijn de jazz standards. En dat wisselen we af met verschillende ritmes, dus wat bossa nova's en wat swing natuurlijk. Sambaatje ertussendoor. En dat geheel met deze combinatie geeft een heel swingvol gevoel. Mm-hmm. Waar we zelf ook nog steeds van genieten na hoeveel jaar, Anton? Nou, ik zit nu net te bedenken dat ik jou in januari aanstaande 10 jaar ken. Kun je nagaan. Want Ton die had op Marktplaats een advertentie staan en ik zocht op dat moment om een band. En hij had een advertentie op Marktplaats staan, hij zocht een bassist. Geen broodspeler zijn. Ik denk, nou, dat is wat voor mij. Maar 10 jaar zijn de tijd. Relaties duren niet, meestal niet zo lang bij mij. Nee. Wat dat betreft, daarom heb ik haar volgehouden. Ja, mooi. Absoluut. Maar die mainstream jazz had je het net al even over. Mm-hmm. Jullie zingen ook wel Nederlands repertoire. Nou, dat is ons. Het zijn twee dingen. Ten eerste vind ik het leuk om teksten te schrijven. En een navolging van een Max Teewissel heet die. Een, een eigenaar van een restaurant, waar was dat? In Den Oever. Die schreef ook allemaal Nederlandse teksten op oude jazznummers. Daar ben ik dan oog gaan doen, met veel humor erin. Dat is het eerste, ik heb er nu 23 geschreven. Vaak gaat het over hele andere dingen dan het oorspronkelijke liedje. Maar goed, het kan ook over het liedje zelf gaan, wat de bedoeling was. En wij speelden een keer in een jazzclub en toen deed ik een paar van die Nederlandse teksten. En toen zeiden de mensen gehoord net uit de Christiani. Die vonden dat niet leuk, anderen vonden het wel leuk. En toen zeiden we, nou dat is een idee, dat kunnen we er ook nog bij doen. Dus we hebben ook nog een heel programma met liedjes van Eddie Christiani, waar we veel furore maken in bejaardenhuizen. Ja. Die vinden dat geweldig. En Eddie Christiani was ook jazzgitarist en dat vind je ook terug in een groot deel van zijn repertoire. Naast zijn Korbo-liedjes, Zeemansliedjes en Slagers. Maar wat wij dan, Kleine Greetje uit de polder. Dat moeten we moeten doen. Ja. 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 En natuurlijk Springmacht erop, dat hoort er ook altijd bij. Het Zeemansgraf. Zeemansgraf, ja. Een heel triest lied die heel vrolijk uitgaat. Dat is heel apart. Maar het leuke ervan is, als we dus voor bejaardentehuizen spelen, hebben we nog in Hengelo gespeeld, dus een maand geleden ongeveer. En dat was een groot bejaardentehuis en dat waren een aantal demente bejaarden en een aantal bejaarden die dus lichamelijk wat parkeerden. En die waren gescheiden. Links zat de dementerende, zeg maar, en rechts de lichamelijk wat parkeerden. Maar de club aan de linkerkant, de dementerende, die zong het hardste mee. En de teksten? Ja. De teksten wisten allemaal nog, hè? Ja, op de automatische piloot. En dat is geweldig om te doen, hoor. Dat doe ik heel graag. Mm-hmm. Ja. Ik heb begrepen dat de manier waarop jullie georganiseerd zijn niet zo alledaags is. Want het is niet een eigen groep zo alle jas. Jullie maken onderdeel uit van een ander geheel. Kun je daar wat over zeggen? Ja, we hebben een stichting. Stichting Twentertainment heet dat. Twentertainment. En die heeft twee doelen. Ten eerste om bekendheid aan dit soort muziek te geven. De tweede ook om podia te creëren voor muzikanten. En een van die podia is bijvoorbeeld Jazz Club Hardenberg, waar je toch naartoe wil. Ja, daar wil ik het eigenlijk. Leuk bruggetje gemaakt worden. Ja, goed. Maar zo organiseren we in de loop van de tijd, hebben we meerdere optredens en meer podium georganiseerd. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus, en is Olle Jas dan één van de bands die eronder hangt? Ja, toch ongeveer zijn er een stuk 4, 5 denk ik. Ja, we hebben Charlaton nog, dat is Charlaton en Charles, dat is een gitarist uit Aldenzaal. Dat is een soort, wat spelen we, gypsy? Ja, hij is een typische fingerpicking gitarist. Ja, ja. Dus wij, en helemaal thuis, wat totaal niet bij fingerpicking hoort, in de genre van de gypsy jazz. Dus de Django Reinhardt Rosenberg trio. En we hebben met z'n tweeën, en af en toe doet Anton ook mee, dacht het combineert ons programma met bewerkingen van de muziek van Chet Atkins, Les Paul en Django Reinhardt. Oh, ja. En we zingen dan tweestemmig daarbij. En als je jullie boekt, dan is het ook wel mogelijk om daar nog andere of meer uitbreiding bij te krijgen. Zeker, ja.
We hebben de beschikking over dat we een keer een saxofonist erbij uitnodigen. Een drummer bijvoorbeeld, als je dus wat meer ritmisch wil spelen. Een zangeres? Een zangeres, we hebben toch een paar goede zangeressen hebben we wel in de wachtrij staan, zeg maar, die wil graag willen zingen. Ja, gaf wat problemen, we hadden Tony Nijland een paar keer. Ja. Maar ja, dan hebben we Tony, Anton en Tom. Ja. En Henk viel aan de buitenboot. Wat een beetje chaotisch. Ja, voor de naam kan je dat dan niet zo goed doen misschien. Oké. Maar Charlaton, dat is dan ook van twee voornamen gemaakt. Ja. En we speelden die Franse muziek, dus we dachten in het begin van nou, laat het woord kort houden, we noemen ons La Deux Chatons. Maar heb ik net op tijd opgezocht in het woordenboek en bleek de twee poesjes te zijn. Ja. Dus dat kon niet, vandaar dat als je, je twee kerels bij elkaar ziet, dan klopt er natuurlijk geen niks van. Nee, moet je niet willen. Nee. Ja. En wat drijft jullie nou om muziek te maken? Hebben jullie iemand als voorbeeld? Het is een gevoel voor mij, muziek maken. Het is een soort, als je jazzmuziek maakt, is het net alsof je met elkaar communiceert zonder woorden en zonder gebaren. En dat, dat geeft een bepaalde, tenminste zo heb ik dat, dat geeft een heel bijzonder gevoel. Het is een stukje cultuur. Kijk, toen ik jonger was, ik heb tot mijn 23e heb ik gespeeld. Maar hoofdzakelijk toch pop, ik had een eigen popgroep. Gespeeld dat in Den Haag, vanuit Friesland. Overal in Nederland eigenlijk, Nederland doorgetrokken en gespeeld. Toen ben ik ermee gekapt, want ja, ik wilde toch wat aan mijn maatschappelijke carrière doen. En ik ben eigenlijk accordeonist van huis uit, dus ik had de accordeon altijd nog wel achter de hand. Ik ook. Ik had nog een altijd tenorsax, die ik daarna ook wel eens even pakte. Maar toen ik met pensioen ging, toen kwam mijn vrouw, die kwam op een gegeven moment en zei, je moet weer wat gaan doen. En die gaf me een hele mooie vijfsnarige Fender. En daar heb ik een hele tijd op gespeeld. Later dan weer een contrabas er weer bij gekocht. Ik had er wel een oude contrabas, maar een goede contrabas gekocht en weer lesgenomen. En ja, het is wat Tom zei, het is een gevoel. Het is een stukje cultuur wat je meeneemt van huis uit. Want al mijn broers speelden een instrument. Hij speelde mondharmonica of gitaar, trombone. Fantastisch. En iemand in het bijzonder die jullie inspireert? Een bepaalde artiest? Tja. Ik ben zelf nog wel enthousiast nog steeds van Mel Tormé, de zanger. En Gypsy-gitaristen vind ik ook geweldig. Ella Fitzgerald vind ik ook nog steeds heel bijzonder. Geweldig om dat weer af en toe terug te luisteren. En voor de rest, wel veel luisteren naar muziek. Ja, dat is de zanger in Tom, hè? Die goede zangers opzoekt. Ja, ik ben meer geïnteresseerd in het instrumentale. Ja, en ik heb niet bepaalde voorbeelden. Ik zeg, ik vind een hele goede soft swing vind ik altijd heel erg prettig om naar te luisteren. Mm-hmm. En natuurlijk goede bebop muzikanten. Mm-hmm. Bebop? Ja. Dat vind ik weer niet leuk. Vertel eens, bebop. Bebop, dat is jaren 50, hè? Charlie Parker, ja. En dat is voor mij niet melodieus genoeg. Ik hou meer van melodieuze jazz. Niet alles hoor, dat wat ik dan mooi vind, maar de melodieuze kant van de bebop vind ik wel leuk. Ja, we spelen bijvoorbeeld bij de saxofonist, dat is Martin Verburg. Mm-hmm. Uit Amersfoort. En als die op bezoek komt, ja, die heeft ook wel van die neigingen om echt de bebop kant wat uit te gaan. En dat vind ik prettig spelen. Okay. Geweldig. Ja. Ja. Wij moeten zo langzamerhand een eind gaan breien aan het interview. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie medewerking en jullie nog heel veel muzikale jaren toewensen, privé en in stichtingsverband en overal in het land waar jullie maar uitgenodigd worden. Heel veel plezier en ontzettend bedankt voor het interview. Ook bedankt. Ook bedankt. Vond het erg leuk. Graag gedaan. Okay. I took a trip on a train and I thought about you. The shadowy lane, and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, the moon shining down on some little town. With each beam, the same old dream, and every stop that we made, oh, I thought about you. I pulled down the shades, then I really got blue. I peeked through the crack onto the track, the one leading back to you. And
what did I do? I thought about you. CD van Jan Veen met kerst voor mijn vrouw. Het zijn mooie klanken alleen, mij verveelt het al gauw. Maar zij vindt het prachtig, ze luistert aandachtig en droomt voor zich heen. De ogen gesloten, geniet ze de noten en dan word ik me toch gemeen. Heen en weer door het huis en ik fluit op valse toon. Blaadkranen lekken om aandacht te trekken en ik roep, hey, telefoon. Zou Jan zich scheren, zijn lokken couperen, leek hij niet meer zo op Tarzan. Maar wat moet ik dan, ik ben zo jaloers. Wat moet ik dan, ik ben hartstikke jaloers. Wat moet ik dan? Ik ben zo jaloers op die man.
Dat was het dan weer voor deze week. Bedankt voor het kijken naar Muzieklokaal. En op deze zondag stonden Anton van der Leij en Tom Carmichelt centraal in ons programma. Volgende week, en Henk Brink natuurlijk niet te vergeten, heeft even geen deel genomen aan het gesprek, maar was zeker actief aanwezig. Tot ziens!